Goedenavond. De waarheid moet boven tafel. Dat is wat de families van de doodgeschoten Molukse kapers willen bereiken met de rechtszaak die ze tegen de Nederlandse staat hebben aangespannen. De rechtszaak in Den Haag is gevolgd door Petra Wijnsma. Petra, ja, een hele bijzondere zaak is dit, hè? Bijna 40 jaar na dato houdt de beëindiging van de kaping nog steeds de gemoederen heel erg bezig. Ja, en het houdt ook heel veel gemoederen bezig in de Molukse gemeenschap. Er waren rijen dik hier voor de rechtbank vanochtend. Er was niet eens plaats op de publieke tribune voor al het publiek, voor de Molukse gemeenschap. Een deel moest de zaak volgen vanuit een live verbinding in een videozaal. Dus het was echt een drukte van heb ik jou daar vandaag. Laten we even kijken wat vooraf ging. Op 23 mei 1977 wordt de Intercity van Assen naar Groningen door 9 gewapende Molukse mannen gekaapt. 54 mensen worden bijna 3 weken in de trein vastgehouden. Op 11 juni bestormt het leger de trein. Daarbij worden 6 kapers gedood. Ook komen 2 gegijzelden, Rien van Baarsel en Antje Monschau, om het leven. Ja, Petra, wat willen de nabestaanden van de omgekomen Molukkers nu eigenlijk? Ja, ze willen erkenning voor het leed wat de gijzelnemers is aangedaan. Er zijn een aantal van omgekomen. Ze willen helemaal niet bagatelliseren het leed wat de gijzelaars is aangedaan. Maar ze zeggen wel, is het wel nodig geweest dat er zoveel geweld is gebruikt? Dat is een vraag van onder meer de moeder van Max Papilaya, de leider van de kapers. Dit is hoe zij het verwoorden. En de vraag is, wat voor u belangrijk is in deze zaak? Beta tuntut kebenaran. Mengapa beta punya anak dibunuh? We zien dat er nog heel veel verschil is tussen datgene wat de staat als waarheid aanneemt en wat wij als waarheid aannemen. En we hopen dat de rechtbank daarin in ieder geval een doorslaggevende besluit gaat nemen van wat nu precies die waarheid is. Ja, de nabestaanden worden bijgestaan door advocaat Lisbeth Zegveld. Hoe verliep haar pleidooi? Nou, het kwam erop neer dat zij zegt van ja, ze zijn van dichtbij beschoten. Terwijl er eigenlijk ook al kogels van buiten zijn afgevuurd op ze. Dus van dichtbij zijn ze eigenlijk neergeschoten, geëxecuteerd. En dat is eigenlijk niet nodig geweest. Dus ja, dat is heel anders dan eigenlijk het verhaal van dat de kapers moesten worden uitgeschakeld. Alleen als ze zich niet overgaven. En dan heeft ze het ook over de briefing. Een briefing was er waarin ze dan een opdracht hebben gekregen om de kapers uit te schakelen. Volgens haar hebben ze wel degelijk een soort opdracht gekregen van liever dat ze niet zouden blijven leven. Daarvoor zouden vertegenwoordigers uit Den Haag zijn gekomen en die zouden hebben gezegd van ja, dat ze kunnen wel degelijk worden uitgeschakeld. Dit is hoe ze het verwoordt. Het is de wens van de regering dat geen van de kapers het zal overleven. De mariniers kunnen natuurlijk alleen maar uit de voeten met, als het volstrekt helder is wat ze van ze verwacht wordt en wat ze mogen en wat ze niet mogen. Wat ik weet van mariniers en militairen, als de staat zegt dit is wat wij graag zouden willen, dit heeft onze voorkeur, dan wordt dat geïnterpreteerd als dit wordt u geacht te doen. Dat is wat ik met deze zin wil zeggen. Waar een wens wordt uitgesproken, ja, zal een marinier dat begrijpen als een opdracht. Ja, de staat wordt om opheldering gevraagd. Hè? Die worden vertegenwoordigd door een landsadvocaat. Wat heeft hij gezegd? Nou, hij zegt dat eigenlijk niet meer is vast te stellen hoe ze nou precies om het leven zijn gekomen. Wat nou precies de dodelijke kogel is geweest. Of die nou van dichtbij is gekomen of van buitenaf al eerder. En daarbij zegt hij, ze moesten zich heel duidelijk zichtbaar overgeven. En daaronder verstaat hij hand omhoog, wapen weggooien en zeggen ik geef me over. En dat riep heel veel ontsteltenis op in de zaal. Van, er was geen sprake van bij een aantal kapers die in de trein al gewond waren. Die konden dat niet doen, waren zwaar gewond. En die waren helemaal niet van plan om te schieten. Dus daar was echt ontsteltenis over in de zaal. En verder zegt hij over de opdracht. Ja, er was wel een delegatie uit Den Haag, een kolonel en een majoor. Maar die wilden alleen maar de troepen een hart onder de riem steken. De commandant, die gaf de opdracht en zo is het ook uitgevoerd. En dat was heel duidelijk van, ze hoefden niet om het leven te komen als ze zich duidelijk zichtbaar overgaven. De bevrijdingsoperatie is goed en uiterst zorgvuldig uitgevoerd. De bedoeling was om met gedoseerd en zorgvuldig gecontroleerd intensief geweld
de kapers te verlammen en op hun positie te houden, waardoor zij niet in staat waren de gegijzelden te doden of te verwonden. Bij het optreden in de trein zijn 8 dodelijke slachtoffers gevallen. 2 van de 51 gegijzelde passagiers en 6 kapers. 3 kapers hebben zich duidelijk waarneembaar overgegeven, ik kom daarop terug, en zijn aangehouden, onder wie een gewonde kaper. In totaal, dat kunnen we dus met elkaar vaststellen, dat zijn feiten waar we vanuit kunnen gaan, zijn er dus 7 kapers aangehouden. 7 kapers zijn aangehouden. Daaruit blijkt op zichzelf, naar mijn overtuiging reeds, dat er van een opdracht om kapers te executeren geen sprake is geweest. Hoe gaat deze zaak nu verder, Petra? De zaak loopt op dit moment nog. Een gedeelte gaat ook gebeuren achter gesloten deuren. Want daar is dan ook een marinier bij die gehoord wordt. En wanneer een uitspraak komt en of er ook een uitspraak komt, dat is nog onzeker. Petra Wijnsma, dankjewel.